Goedenavond. In Tilburg zijn eind van de middag een goederentrein en een passagierstrein op elkaar gebotst. Zijn 8 reizigers lichtgewond geraakt. In de buurt van het ongeluk hangt een sterke gaslucht. Door de botsing is namelijk butadien uit de trein gaan lekken. Een licht ontvlambaar gas. Inmiddels is het lek provisorisch gedicht door het te bevriezen. Er is een NL-alert verstuurd met de boodschap om ramen en deuren gesloten te houden. Een agent is onwel geraakt door de gaslucht. En daarom is rond de plaats van het ongeluk, dat vlakbij de ringbaan plaatsvond, een groot gebied afgezet. Tussen Breda en Tilburg is er in ieder geval vanavond geen treinverkeer meer mogelijk. Ja, in Tilburg verslaggever Emiel Vaas. Ja, 5:10 is het dus gebeurd. Wat weet jij nu? Nou, op dit moment is nog altijd hier op de Hart van Brabantlaan en de Ringbaan West, de kruising, nog altijd het verkeer afgesloten, het kruispunt afgesloten. De politie regelt hier nog altijd het verkeer. En 5:10 gebeurde het allemaal. En ik sprak met een meisje die in de trein zat en die eigenlijk alles meekreeg. Er werd heel hard geremd en toen was er een hele harde botsing. En toen stopte die op abrupt, zeg maar. En toen viel je van de bank af? Ja, ik viel van de bank af en anderen die vlogen ook van de bank af. En het was best wel een harde botsing, ja, achteraf. En nu zie je ook heel veel, politie, brandweer, ja, alles is afgesloten. De brandweer kwam ook en toen om ons dan, ja, we hoorden het brandweer en we roken ook al wel iets vies in de trein. Maar we hadden niet in de gaten dat brandweer voor ons kwam. En toen kwam hij en toen was iedereen weer aan het rennen. Dus toen raakte ook een paniek, terwijl we blij dat we eruit mochten. Ja, Emiel, 2 treinen die op elkaar botsen, moet natuurlijk niet mogen. Weet je al iets over hoe dat is gebeurd? Nee, er is nog helemaal niks bekend over de oorzaak. Ik heb wel bij die treinen even gekeken. En dan zag je eigenlijk wel dat die treinen niet in een hele hoge snelheid, zo leek het, op elkaar zijn gebotst. Dus, maar wat precies die oorzaak is, dat is nog altijd niet bekend. Oké, dankjewel Emiel daar vanaf de Hart van Brabantlaan. Ja, dan gaan we naar het station in Tilburg. Want ja, al die reizigers die moeten natuurlijk toch ergens naartoe. Want er rijden dus de hele avond nog geen treinen. Bram Enderdijk, jij bent op het station in Tilburg. Er worden dus bussen ingezet. Is het er nog druk of is die ergste drukte wel voorbij? Ja, het voordeel van de situatie hier is dat er natuurlijk ook geen treinen richting het station Tilburg kunnen gaan. Dus er is geen aanvoer van nieuwe passagiers. En dat leidt ertoe dat hier nou niet heel veel mensen meer staan. Er zijn nog wel een aantal die natuurlijk met streekbussen of gewoon met de fiets naar het station komen. En voor die mensen zijn speciale noodbussen geregeld waarmee ze dan van het station Tilburg kunnen vertrekken. Oké, ja. En nou, de hele avond in ieder geval geen treinverkeer meer mogelijk, hè, wordt er gezegd rondom Tilburg. Dus de bussen rijden ook nog de hele avond? Ja, de bussen rijden is mij zojuist toegezegd. Tot het moment dat de treinen weer gaan rijden. Dus nou ja, dat zal nog wel een tijdje zijn. Het duurt natuurlijk wel wat langer, hè. Zo'n bus doet er wat langer over dan een trein. Dus vertraging zal er wel zijn. En dat leidt bij mensen nog wel een beetje tot frustratie. Ik sprak net 2 vrouwen. Die hadden de hele week bij elkaar opgeteld op 20 uur vertraging gehad. Maar dat is wel lekker optellen bij je werkweek, zeg maar. Ja, dat is inderdaad wel zuur. Dankjewel Bram Enderdijk vanaf het station in Tilburg. Ja, dan heb ik nu aan de telefoon Jelle Rebbers van DB Schenkerrail. De goederentrein, die is van jullie. Meneer Rebbers, ja, wat is er gebeurd? Wat weet u daar al iets van? De feiten zijn, is dat onze trein stilstond op het goederenemplacement van Tilburg. Dat bevindt zich tussen het Centraal Station van Tilburg en het Station Tilburg Universiteit. Het was een lange trein, 35 wagens en onze machinist bevond zich in de locomotief. Die stond aan de zijde van Tilburg Universiteit. En op enig moment is een stoptrein achterop onze wachtende en stilstaande trein gereden. Ja, is hij gewond geraakt of niet? Nee, onze machinist niet. Die zat gewoon voor in zijn locomotief. Die heeft natuurlijk wel gemerkt en die heeft alles gedaan waar hij voor opgeleid is. Die heeft natuurlijk zijn bijdrage geleverd. Is meteen gaan kijken of hij de machinist van de trein die de botsing veroorzaakt kon helpen. Of hij iets kon doen voor de reizigers. Al dat soort dingen heeft hij allemaal gedaan. Nou was er dus een lekkage van butadien. Wat is dat voor iets? Butadien is een hoogwaardige grondstof. Die wordt in Nederland geproduceerd, in Zuid-Limburg, in Geleen meer in het bijzonder. En butadien is weer een grondstof voor heel veel andere dingen.
Bijvoorbeeld Lego-blokjes, allerlei kunststoffen die je in huis, tuin en keuken gebruikt. Maar wel ontvlambaar, dus wel gevaarlijk, vandaar dus die veiligheidsmaatregelen ook. Ja, vanzelfsprekend. Ja. Maar wat ik zeg, je kunt eigenlijk in het moderne leven niet meer zonder dit soort stoffen. En die worden volop in Nederland geproduceerd. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Op de eerste plaats is de situatie nu bevroren. Dat betekent dat de inspectie Leefomgeving en Transport en de Onderzoeksraad voor Veiligheid ter plaatse zijn. Die doen een sporenonderzoek om te kijken wat er precies plaats heeft gevonden. Ja. Al dat soort gegevens hebben ze nodig in combinatie met gegevens die allemaal bewaard worden op het seinhuis. Om een feitenrelaas op te stellen waarom dit heeft kunnen gebeuren. En dat is natuurlijk iets waar de Nederlandse spoorsector heel erg in geïnteresseerd is. Want je wilt dit soort dingen niet. Nee. Je moet er ook van kunnen leren. Ja, en gelukkig is er niemand ernstig gewond geraakt. Dank u wel, meneer Rebber, voor uw toelichting. Ja, tot zover ook onze berichtgeving over de treinbotsing in Tilburg. Meer nieuws natuurlijk op onze site en op onze apps over dit onderwerp.